Ja, zon over grote dag. Begin van de week was het heel raar weer. We hebben heel veel regen gehad. Niet voorspeld. Het waren zelfs hele koele ochtenden. En we hadden zelfs mist in de ochtend. Nou, dat hebben we in juli. Nou, ik, sinds wij hier wonen, heb ik dat in juli echt nog nooit gezien. Met als gevolg dat het weer een beetje klammig is. Maar gelukkig waait het vandaag een beetje. Dus de klammigheid met die wind valt gelukkig een beetje mee. Nou, wat gaan we vandaag doen? Twee dingen. Jullie weten, ik heb altijd ontzettend veel bloemen in de tuin. En ik sta hier bij de Cosmea. En sommige zinnia's zijn al in bloei. En daar staan lage zonnebloemen. En een hele rij met goudsbloemen. En om die bloemen in bloei te houden, is het beste om oude bloemen, uitgebloeide bloemen, eruit te knippen. Ja, dat is veel werk. En zeker als je heel veel bloemen hebt staan. Maar goed, toen het van de week dus 's ochtends koel was, toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga even langs al die goudsbloemen hier, om alle uitgebloeide bloemen, die dan zaad gaan vormen, om die eruit te knippen. Want zodra bloemen zaad gaan vormen, en dat geldt ook voor groenten, maar vooral voor bloemen, dan stopt de bloei. Althans, de bloei wordt minder. En als je die uitgebloeide bloemen eruit haalt, dan blijft het maar doorgaan, die bloei. Nou, en dat is natuurlijk wat je wil. Nou, ik heb het van de week gedaan, begin van de week, dinsdag, maandag. Maar ja, er zitten al die nieuwe uitgebloeide bloemen in. Dus ja, ik doe dat werkje altijd 's ochtends vroeg als het nog niet zo warm is. En ja, het leek bijna uitgebloeid, al deze gouden bloemen hier. Maar nu staat het weer volop in bloei. Dus het heeft echt nut om die uitgebloeide bloemen eruit te halen. Wat we vandaag ook gaan doen, is hoe je zaad moet oogsten. Van bloemen, maar ook van groenten. En dat doe ik sinds een paar jaar bij best wel een aantal groentes die ik kweek. Dan laat ik bepaalde groentes doorschieten en dan kan ik daarmee het zaad verzamelen. Nou, ik ga je van straks een paar voorbeelden laten zien. En ik zal je ook laten zien als je zaad bijvoorbeeld van de Cosmea wilt bewaren. Nou, dat is niet heel moeilijk. Want bijvoorbeeld hier, ja, dit is zo'n uitgebloeide bloem. Ik zal hem er even afknippen. Kijk, dat ziet er zo uit. Dat is uitgebloeid, maar hij heeft nog geen zaad gevormd. Hij is net uitgebloeid. En wanneer weet je nou wanneer het zaad goed is? Dan moet dit helemaal bruin zijn. Helemaal bruin zijn. Nou, dit zijn de topbloempjes, maar daarbinnenin, daar zit het echte zaad. Kijk, en dat is nog groen. En zodra het zaad nog groen is, kun je het nog niet oogsten. Dus je moet het een beetje zo laten, aan de knop laten of aan de plant laten. En zodra dit hier binnen helemaal bruin wordt, ja, dan is het zaad wat je kan bewaren. En hoe doe ik dat? Nou, ik heb altijd van die kleine bakjes en dan doe ik het zaad wat ik wil bewaren, dat doe ik in die bakjes. En dat laat ik zeker nog een week of drie in die bakjes extra drogen. En dan heb ik van die kleine, hele kleine zakjes, ja, die heeft mijn man op internet besteld. Ik weet niet precies, ja, ik had er wel 200 of 300 en in één keer besteld. En als dat zaad dan mooi droog is, dan doe ik het in die zakjes. En dan schrijf ik op wat het is en het jaartal waarin ik het heb geoogst, het zaad. En dan bewaar ik dat voor het jaar erop om het opnieuw te zaaien. En ik heb het al vaker in mijn vlogs gezegd. Vaak als ik zaad zelf bewaar van zowel de bloemen als de groenten, dat komt fantastisch op. Bijna, nou, 9 van de 10 keer. Komt dat heel goed op. Ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden wel witlofzaad geprobeerd te oogsten. Nou, ik zag al, het was allemaal heel bruin, het worden hele mooie blauwe bloemen. Maar ik zag al dat zaad, dat leek eigenlijk niet op het zaad
wat ik in zakjes vind als ik het koop. En dat is ook een goed vergelijkingspunt. Het zaad wat je wint, hè, wat je zelf wint, dat moet er precies zo uitzien als het zaad wat eruit ziet in gekochte zakjes. Dat is eigenlijk de belangrijkste kenmerk om te weten of je het goede zaad hebt. Of het zaad op het juiste moment is geoogd. Dus zorg dat je leert kennen het zaad, hè, van de gekochte zaden. Dan weet je ook hoe het zaad eruit moet zien als je het zelf gaat oogsten. Dat is een tip. Nou, en dan sta ik hier naast de lateris. Nou, lateris, deze waren al heel snel uitgebloeid. Daarachter, daar staat er nog één. Die is nu qua bloemen helemaal uitgebloeid. En die zaden, die zijn nog helemaal groen. Ze zien eruit als doperwten eigenlijk, maar wel met een harige peul. Dus iets anders dan de doperwten, maar het is familie van de doperwt. Nou, die zit helemaal vol met groene peulen. En omdat het nog groen is, zijn ze nog niet geschikt om te oogsten. Maar deze, die heeft al bruine peulen. Kijk, en die ga ik er dan nu afhalen. Kijk, en die zijn bruin. Vrijwel bruin. En ze voelen ook droog. De peulen voelen ook heel droog. En dan zul je zien dat de zaden bruin zijn die erin zitten. Nou, ik hoop dat ik het kan laten zien. Kijk, bruine zaden. En dat is wat je moet hebben. Meestal zijn de alle zaden, als ze echt droog zijn, dan zijn ze bruin. Nou, dat geldt in dit geval voor de latere ze ook. Nou, die doe ik ook in dit bakje. En dat kan je laten zien. Ze zijn er heel makkelijk uit te halen. En soms kun je de peulen gewoon in het bakje laten, want die springt vanzelf open. Kijk, en dan heb je dus zelf straks mooie zelf gewonnen latere zaad. Nou ja, en die ga ik in november natuurlijk weer zaaien. Nou, zo ga ik dus deze, hier zitten nog een paar groene in. En als die bruin zijn, dan knip ik ze eruit. En datzelfde geldt voor die latere daar helemaal achteraan. Die zit helemaal vol met zaaddozen. Dus veel latere zaad dit jaar. De Cosmea. Die bloeit gewoon lekker door. Ik zal dus af en toe eventjes weer een uitgebloeide bloem eruit kniepen. En ik zaai eigenlijk Cosmea vrijwel nooit meer zelf in potjes. Want Cosmea en ook goudsbloemen, die zaaien zichzelf ontzettend makkelijk uit. Ik knip nu nog de dode bloemen eruit, maar tegen het einde van het seizoen laat ik het gewoon gaan. En dan vallen de zaden vanzelf op de grond. En ik weet niet of jullie van het voorjaar al hebben gekeken. En toen had ik... Oh, het vliegt daar overigens. Valt mee. Toen had ik daar uitgezaaide Cosmea. En die heb ik hier, die zaailingen hier uitgeplant. Maar je ziet het, dat gaat gewoon vanzelf weer ontzettend goed. Groeit als een gek. En Cosmea is een dankbare bloem. Kan goed tegen de droogte. En datzelfde geldt hier voor de goudsbloemen. Nou, ik zal er eentje afknippen. Kijk, zo ziet de uitgebloeide goudsbloem eruit. Hè? En hier binnen zitten de zaden. Maar ook die moeten eerst bruin worden om geoogst te kunnen worden. Om verder te laten drogen. En kijk, zo zijn ze nog groen. Het zijn hele leuke, grappige zaden. Ze zijn een beetje, kijk, het lijken wel groene wormpjes. Maar als ze droog zijn, dan zijn ze bruin. En dan zijn ze dus geschikt om te oogsten. Nou, dan heb ik hier koriander. Knip ik ook af. Kijk, dit is koriander wat nog niet helemaal droog is. Maar hij ruikt wel heel lekker als je handen. Maar zo ziet dus de korianderzaad eruit als die bijna droog is. Hij is nog een beetje groenig, maar ook die moet echt helemaal bruin en verdroogd zijn. Nou, als dat zo is,
dan hoef je ze alleen maar af te knippen. En ja, dat doe ik niet in een klein bakje hoor, een grote schaal. En dat laat ik dan verder drogen. Soms zet ik het ook in de kas, want daar is het natuurlijk heel warm. Daar droogt het heel snel. Maar ze zijn nog net niet ver genoeg, net niet droog genoeg om nu al te oogsten als zaad. En ook koriander zaait zichzelf heel makkelijk uit in de tuin. Dus als je het gewoon laat staan, niet verzameld, nou dan zul je zien dat je volgend jaar, vooral in het vroege voorjaar, weer allemaal nieuwe koriander krijgt. Soms gooi ik het ook gewoon op de grond en dan komt het volgend jaar gewoon hier weer boven de grond. Oké, dan lopen we eventjes naar die kant, naar de eerste hoge bak. Want daar staan een paar planten die ik expres heb laten doorschieten. Ja, ik sta hier bij de salvia's en ik zei het vorige week al, die zijn bijna uitgebloeid. En ik zal, kijk, dit hier heeft hier niet zoveel zin dat ik, al die bloemen eraf ging knippen. Want ik weet dat die salvia's in één keer een grote tros met bloemen krijgen. Weet je al, aren met bloemen. En als ik die af zou knippen, dan gebeurt er verder niks dat het nog verder gaat uitlopen. Dus ja, je moet je planten natuurlijk wel op een gegeven moment een beetje leren kennen. Maar hij is nu wel prima klaar om zaad te gaan winnen. Nou, en kijk, je ziet het. Dit is allemaal bruin. En dan zal ik er proberen een paar af te halen. Ik weet dat dan toevallig, omdat ik dit al heel vaak heb bewaard. Zit er nog wat in? Ben ik te laat? Nee, er zit nog wel wat in. Kijk, dit zijn de zaaddozen. En vanzelf vallen daar die zaadjes uit. Kijk, hier. Deze bruine korreltjes, dat zijn de zaden van de Salvia scarlea. Dus deze salvia. En nou, deze zaden zijn eigenlijk vrijwel droog. Maar wat ik dan doe ik ze in zo'n bakje. Gewoon met de zaaddozen er nog bij. En soms vallen er ook nog zaadjes uit die zaaddozen. En dan heb ik, nou, ik hoef hier natuurlijk niet alles van te bewaren. Ik kan het potje even hier mooi neerzetten. Maar ik kijk gewoon welk is het meest bruin. Ze moeten echt bruin zijn, die zaaddozen. Dan achter mij heb ik sla laten doorschieten. Deze, dat is Batavia sla. Helemaal vol met knopjes. En daar staat die rode kropsla. Heb ik ook laten doorschieten. Nou, deze Batavia sla en die rode kropsla, die geven ontzettend veel knoppen als je dat doorschiet. Het wordt een stengel met een hele grote bloemtrossen erop. Vaak zijn het lichtgele bloemetjes van de sla. En zodra die bloemetjes zijn uitgebloeid, dan krijgen ze pluisjes. En die pluisjes, toevallig zie ik er hier één. Die pluisjes zijn eigenlijk dan is het eigenlijk bijna zover dat ik dat zaad van die rode sla kan bewaren. Het enige wat ik dan moet doen, pluisjes eruit. Ja, kijk, ja, het is misschien heel slecht te zien, maar die zwarte, oeh, het waait weg. Oh, het waait weg. Er zit nog één zwart puntje in dat bakje. En nou ja, dat was dus de slazaad. Maar er komen er gelukkig nog meer. Maar onder die pluisjes, daar hangen dus die kleine zwarte zaden. Bruine, donkerbruine zaden. En dat is nieuw slazaad. Nou, er komt nog genoeg aan. Dus ja, door de wind is het weggewaaid. Beetje jammer. Maar er komen nog genoeg pluisjes in die plant. Want de bloemen gaan 's middags, het is nu middag, die gaan 's middags dicht. Ze bloeien over het algemeen 's ochtends. Maar met deze warmte zijn ze snel voorbij. Ja, en dan worden het pluisjes. En als die pluisjes erin zitten, nou, dan haal ik die pluisjes er voorzichtig uit. En dan kan ik het slazaad pakken, zoals dat heet. Nou, en daar, jullie weten dat hier staan ook wortels.
En nou zag ik dat een van mijn wortels aan het doorschieten is. Dat is een wortel Presto. Die heb ik vorig jaar gekocht. En ook vorig jaar voor de winter gezaaid. En die had ik in het voorjaar kunnen oogsten. En daarna heb ik het hier nog gezaaid. Die gaat doorschieten. Nou, die laat ik ook zo. Dat worden schermen. En als die schermen straks bruin zijn, zal nog wel een paar weken duren. Nou, dan kan ik zelf wortelzaad gaan oogsten. En het is een wortelsoort, die Presto, die mij ontzettend goed bevalt en die het hier ook heel erg goed doet. Dus die laat ik ook doorschieten. Nou, en daarachter, daar staan nog twee preien. Dat zijn preien die ik voor de winter had gezet. Die heb ik er op een gegeven moment allemaal geoogst in het voorjaar. En toen zei ik al, ik laat er twee staan, die ga ik door laten schieten. Nou, nu krijgen die bollen, want het zijn mooie uienbollen, die worden mooi roze. En dat zijn de bloemetjes. Dat zijn nog niet de zaden. Dat duurt zeker nog 6 weken voordat die bloemetjes omgezet zijn in preizaden. En als je een zakje preizaad wel eens hebt opengemaakt, dat zijn zwarte korreltjes. Nou, zodra ik het vermoeden heb dat ze goed zijn, dan knip ik er een paar af. Kijk ik op mijn hand of in zo'n bakje of het mooie zwarte korreltjes zijn. En als dat zo is, dan knip ik die bol af, doe het in een bakje. En dan met een week of wat vallen zo al die zwarte preizaden in een bakje. En dan heb je weer je eigen preizaad. Nou, dat heb ik al een keer eerder gedaan. En ik heb toen die prei, dat was vorige zomer, gezaaid. Geweldige prei gehad. Nou, jullie weten, ik bewaar ook altijd mijn tomatenzaden. Aan het einde van het seizoen doe ik dat meestal, zo in september. Het is niet echt het einde van het seizoen, maar in september begin ik toch tomatenzaden te bewaren. Daar heb ik al een keer een video over gemaakt. Nou, ik zal hier die videonummer in beeld brengen. En dan kun je zien hoe je tomatenzaden kunt bewaren. Dat gaat ook ontzettend makkelijk. Nou, de laatste zaden die ik nu nog met jullie wil gaan oogsten, dat is peterselie. En die peterselie, die heb ik vorig jaar uitgeplant. Die heeft de winter overleefd. Die bloeide weer helemaal op in het voorjaar. Had ik weer hele mooie peterselie. Maar het tweede jaar van peterselie, en dat geldt ook voor bladselderij, gaat altijd doorschieten in het tweede jaar. En dan laat ik er meestal twee planten staan. En dat heb ik nu ook gedaan. En daar lopen we nu even naartoe. Ja, en die peterselie die staat hier. Nou, het onderste deel van deze peterselie, die is nog niet rijp om geoogst te worden. Want die zaden zijn nog groen. En deze groene zaden, die moeten eerst nog bruin worden. Voordat ik ze kan oogsten. Maar bovenin, hier aan deze kant, het is een tweede plant, het is een andere plant. Daar zitten de perfecte zaden in om te oogsten. En ik zal het je laten zien. Nou, het bakje van de sla is leeg, dus dat kan ik dan opnieuw gebruiken. Kijk, dit is gedroogde peterseliezaad. En dan zal ik je laten zien. Oh, hangt dat onder. Dat je ze er heel makkelijk van af kunt halen. Ze kunnen, als het zelfs nog droger is, dan vallen ze er vanzelf af. Maar je kan ze er ook aftrekken. Maar je kan het ook nog in de kas, zo'n schermpje in zo'n bakje doen. Kijk, en dan zien die zaadjes er zo uit. En dat is dus peterseliezaad, wat je gewoon opnieuw kan zaaien. Maar wat ik ook doe, wat ik soms doe, is gewoon die zaden hier in de tuin gooien. En als ik die dan in de tuin gooi, dan kan het heel goed zijn dat volgend voorjaar spontaan de peterselie overal boven de grond komt. En dat heb ik ergens hier gezien in de tuin. Ik moet heel even kijken waar dat is. Oh ja, dat is hier het pad hiernaast. En daar komt nu spontaan peterselie boven de grond. Wat eigenlijk vorig jaar rond deze tijd heb ik dat ook maar gewoon in de grond gegooid of op de bedden gegooid. En ik zie nu dat het daar boven de grond komt. Dus
Als je alles laat doorschieten en zijn gang laat gaan, dan zul je zien dat heel veel dingen zich vanzelf uitzaaien. Maar goed, je wilt natuurlijk toch een beetje een soort van georganiseerd chaos in je tuin. En je wilt soms dingen op bepaalde plekken hebben. Ja, en dan moet je het zaad gewoon bewaren en zaaien, voorzaaien. Nou, ik laat deze nog even een weekje extra zitten, zodat ze nog donkerbruin, nog meer donkerbruin worden en nog droger zijn. En dan heb ik voor volgend voorjaar zelf ook genoeg zaad om het eventueel in potjes voor te zaaien in de kas. Ja, en zo kun je dus, als je wilt, van veel dingen zelf zaad winnen. Nogmaals, wat ik al zei, mijn ervaring is dat het vaak heel goed werkt, eigen gewonnen zaad. Ja, en als het mislukt, kan je alsnog een gekocht zaadje, zakje zaaien. Over zaaien gesproken. We zitten nu op eind juli, begin augustus. Als het niet al te heet en al te warm is, dan kun je in Nederland al voor het najaar spinazie gaan zaaien. Je kan raapstelen gaan zaaien. Je kunt rucola gaan zaaien. Je kunt nog even denken, wat kun je nog gaan zaaien? Andijvie zou nog net kunnen. Alles wat ik vorige week gezaaid heb, is bijna opgekomen in die grote bak. Ik zit nog alleen te wachten op de boerenkool. Maar ik had even gekeken, die komt ook boven de grond. En de palmkool, ik ben bang dat dat zaad echt te oud was. Maar voor de rest is alles opgekomen. Te dik natuurlijk, massaal opgekomen. Dus ja, dat moet ik volgende week of komende week, als de plantjes iets groter zijn, moet ik die allemaal gaan verspenen. Wat ik al zei, in de grote zaaitrays. Nou, dat is mooi een klusje voor volgende week. Nou jongens, en verder is het natuurlijk volop oogsten. Wat ik van de week geoogst heb, is vooral heel veel komkommers, heel veel courgettes, heel veel boontjes en er worden tomaten rood. Ook, behalve de San Marzano, komen er ook andere tomaten die gaan kleuren. Nou, daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee. Het is geen gigantische hoeveelheid, niet wat ik jaarlijks gewend ben, maar ik ben al ontzettend blij met wat is gaan kleuren. En dat betekent dus dat ik sowieso eigen tomaten kan gaan oogsten. Nou, ik hoop dat dat bij jullie ook het geval is. Ik heb van sommige mensen al gehoord dat ze al tomaten hebben geoogst. Ik neem aan in de kas. En als het buiten al is gelukt, nou, dan is het helemaal geweldig. Chapeau. Nou, dan wens ik jullie een heel fijn weekend. Met veel zonneschijn. En dan zien we elkaar volgende week. En dan heb ik een hele speciale oproep volgende week. Dus vergeet niet te kijken. Ik ga iets speciaals aan jullie vragen. En er valt over 2 weken waarschijnlijk ook iets te winnen. Maar dat zien jullie volgende week. Tot dan!